tu vois, c'était essayer d'avoir ce fils de pute de Marocain. C'est ce que je voulais faire. Hoe kom je in aanraking met het verhaal van Black? Wel, Dirk Brekke, de auteur van de boeken waarop de film gebaseerd is, is een heel populair auteur in Vlaanderen. Als je jong bent, 14, 15 jaar, moet je zijn boeken lezen in middelbaar voor Nederlands. Dus ja, toen ik begon met mijn filmopleiding, wist ik dat hij een boek had geschreven over stadsbendes in Brussel. En dan dacht ik, wow, dat zou wel een cool onderwerp om misschien een film daarover te maken. En dus daarom heb ik dan de boeken gelezen van Dirk Brekke, Black and Back. Wat was het moment dat je dacht van, ik ga me inschrijven voor de auditie voor deze film? Ik had 2 maanden ervoor wel de boeken gelezen, toevallig. En daarna, ja, toen ik zeg, ze gaan het verfilmen en ze zoeken acteurs, ook onervaren. Dus dacht ik, ja, ik ga gewoon proberen. Ja, bij mij, ja. Die zijn bij mij op school gekomen, Adil en Bilal, ja. En die waren, ja, jongeren aan het zoeken. Ik was erbij en ik heb gezegd, ja, waarom niet? Ik ga naar die castings, alles geven. Ik ben daar geweest en ja, nu zit ik in Amsterdam voor Black te promoten. Hoe zijn jullie tot dat punt gekomen om te zeggen van, hey, we willen gewoon karakters zoeken die geen ervaring hebben, die gewoon helemaal blanco nog zijn? Het was eigenlijk een beetje uit noodzaak, omdat Belgische cinema is heel blank. Dus alle castingbureaus, alle acteerscholen en zo, die zijn allemaal gewoon vol met blanke mensen. Er zijn gewoon geen mensen van allochtone origine, misschien 1, maar met 1 persoon gaan we niet toekomen. Vooral als je 16 rollen hebt die je moet invullen. Dus uit noodzaak moesten we die mensen wel op straat gaan zoeken, of op social media of in middelbare scholen. En we wilden wel de beste van de beste hebben, niet zomaar iemand die lijkt op Marwan of op Mavela. En daarom hebben we dan uiteindelijk 450 jongeren kunnen vinden. En met een intensieve casting en intensieve selectie hebben we daaruit de 16 beste van de beste van de beste gekozen. En dat wil wel zeggen dat ze eigenlijk al getalenteerd waren. Ook al waren dat amateurs of hadden ze nog nooit in een film gespeeld. Ze hadden dat al in zich. En het was ook niet zo'n gemakkelijke selectie, want we hadden soms 3 opties voor 1 rol. Dus er is heel veel talent. Je moet ze gewoon gaan zoeken. Regarde ce qui va t'arriver si tu n'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter les Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas. Dan krijg je het bericht, je hebt de hoofdrol. Wat gaat er door je heen? Ik was toen net, ik kwam van school en ik was op de Meijer in Antwerpen. En ik kreeg een telefoontje en ik heb gewoon alles laten vallen en ik was mijn vriendin. En dat was even blij, zelfs blijer als mij. Dan waren we zo toertjes aan het lopen rond de Meijer en iedereen loopt zo, komt van school en iedereen keek ze van, who are those two crazy girls? Wat deed je, gillen op de Meijer of zo? Gewoon gillen, ik had mijn tas echt gewoon gedropt en ik was gewoon aan het springen en aan het dansen, ja. Wow. Ik was heel blij. De film, hij is bijna compleet Frans gesproken. Mm-hmm. Maar jij kan dus vloeiend Frans spreken en jij niet. Zij spreekt beter Nederlands dan Frans en ik beter Frans dan Nederlands. Om realistisch te zijn, om een zeker gevoel van authenticiteit, moest het in Frans zijn, want stadsbendes in Brussel spreken altijd Frans. Dat is eigenlijk heel belangrijk, want als je Nederlands spreekt, ook al kunnen ze vaak Nederlands, wel dan zet je een flamand. Dat wil zeggen dat je een blanke rijke bent, of een verrader, of een bounty. Je hoort er in elk geval niet bij. Dus het is heel belangrijk om Frans te spreken. Zelfs Bilal en ik, wanneer we op straat aan het stappen zijn in Molenbeek of zo en we praten in Nederlands, dan komt er zo een broeder van ons, maar van Molenbeek, en die zegt zo flamand, als dat dan een scheldwoord is. En wij zijn Marokkaan, hè, maar Marokkaan die Nederlands spreekt is gewoon een pure blanke Vlaming. Zelfs racist misschien. Hoe heb je het proces ervaren? De draaidagen? Het maken van een film. We wilden echt in een stad filmen. We wilden echt voelen dat Brussel aanwezig was. Dus af en toe is er iemand van de wijk die lastig komt doen. Hè? Die eieren gooit of flessen. Of met mensen van de crew begint te vechten. Of met een mes komt en shit. Snap je? Maar het goede is dat er zijn ook altijd mensen van de wijk die u gaan beschermen en die gaan praten met die mensen en ervoor zorgen dat je kunt blijven draaien, want je draait niet 1 dag in die quartiers. Maar we wisten al op voorhand wat er ging gebeuren. Wat was jullie grootste uitdaging tijdens het maken van deze film? Bij mij, niet echt onzeker, maar ik had wel een beetje druk op mezelf gelegd bij de verkrachtingsscène. Omdat ik weet dat iets heel hards is. En dat is een realiteit van sommige meisjes. Dus ik wou het gewoon zo goed mogelijk brengen. En niet dat zo fake overkomt en dat mensen dat niet serieus nemen. Op welke scène ben je het meest trots hoe die uiteindelijk op het scherm te zien is?
Well, er zijn nog een aantal, maar ik ben altijd trots op eigenlijk de kleinere scènes, de acteerscènes. Dat zijn soms Abu Bakr en Soufiane, dus Marwan en Nassim, de twee broers die met elkaar aan het praten zijn in de gevangenis. Dat is een top scène. Of Mavela die in de douche is, heel simpel scène, heel eenvoudig. Niet echt de meeste grote scènes, maar dat zijn de scènes waar we denken, dat is het summum van onze regiecapaciteiten. Als een hele film zo zou zijn, dan gaan we echt een goede film maken ooit. Hallo beste kijkers. Haha, crew van Black. Ja, Black is vanaf 14 januari in Pathé te zien, dus wees erbij. Je moet die allemaal gaan checken in Pathé. Dat is een Romeo en Juliet verhaal in de ghetto van Brussels. Hij heeft actie, drama, passie. Heeft een climax die echt u op puntje van uw stoel zal brengen. Echt de shit, boom, climax, oh shit. Dus check Black, shit van het millennium. Peace. Rien ni personne m'empêchera d'être à toi.